Vandaag wil ik mijn survival video beginnen met een grote update aan dit nieuwe kale gebied. Vergeet zeker niet te liken, we gaan voor 5000 likes. Was dat een productieve timelapse? De video begon natuurlijk met deze timelapse die we gemaakt hebben, waarin wij de complete berg hier gewoon verwoest hebben. Het heeft me echt 3 à 4 uur gekost om dit allemaal weg te halen. Trouwens, de beacons zie ik nu, die zijn groen gemaakt, omdat het laatste stukje heeft Fred me geholpen met hakken. Dankjewel, Fred. Maar leuk dat jullie bij deze video zijn, jongens. Welkom weer in Content Veen. Ik ga jullie even laten zien een beetje wat ik gedaan heb. Stinkskeleton. Oh nee, waarom sloop ik die chest? Waarom deed ik dat? Oh, nee. Oké, ten eerste, de hele berg is weg. Daar kunnen we niet omheen draaien natuurlijk. Dat hebben jullie gezien. Dat heeft heel veel werk gekost. Het enige verdrietige is dat de spanner, waar we XP vandaan haalden, die moest ook weg, want die zat in de berg. En de berg die moest gaan. Die had een afspraak. Maar goed, er is heel veel ruimte gecreëerd. Daar ben ik heel blij mee. We hebben hier het platform een beetje doorgebouwd. We hebben de hoekjes afgemaakt van de dam. Dus dat is netjes, soort van. Enige is dat de berg nog niet helemaal weg is. Wow, dat kwam er echt heel random uit. Enig probleem is dat de berg nog niet weg is. En dan bedoel ik met weg, dat er nog steeds, kijk, een randje is. Hier bijvoorbeeld, die weg moet. Hij moet daar nog iets verder weg. En hij moet daar, moet hij ook nog een stuk opschrijven. Dus er moet nog behoorlijk wat van de berg gesloopt worden. Dan heb ik alles op hetzelfde niveau gemaakt beneden. Ja, en that's it, I guess. Ik heb, bij de begraafplaats heb ik een beetje gebouwd. Heb ik, zeg maar, heb ik dit door laten lopen hier, weet je. Dus het ziet er allemaal goed uit. Ben er blij mee. Maar het leuke eraan is, jongens, het prachtig mooie hieraan is, ik hoef nooit meer zorgen te maken over steen. 1 volle kist vol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,5 kist vol met steen. Jongens, ik reken maar jullie uit. Kom maar met de beste. Jullie kunnen het uitrekenen. Let op, hè. Ik heb 9 of 10 volle kisten. En 1 kist met 18 stacks daarin. Of 19 of 17 stacks ongeveer. Ik wil dat de beste rekensommen nu in de reacties komen. En dat jullie mijn wiskundeprobleem oplossen. Hoeveel stacks steen heb ik hieruit gehaald, jongens? Laat het weten. Ik weet niet waarom. Voor echt... nerd. Los dit probleem maar eens op. Maar goed, ik ben heel blij met het resultaat van vandaag. Hou ik er even mee op, want ik ben het helemaal spuugzat om steen te hakken. En ik heb 100 miljoen keer mijn pick. Ik heb het niet eens meer mijn eigen pickaxe, want ja, die is stuk gegaan. Moet je nagaan. Vreselijk. Hoeveel steen, of hoeveel werk dit was. Maar goed, Fred heeft me dat laatste beetje geholpen. Dus ik wil even naar de bank toe gaan om Fred een formeel bedankje te geven. Over het feit dat hij me geholpen. Oh mijn god, wat zie ik er achter me. Wat is dat? Waarom zie ik een klein Fred hoofdje? Waarom is hier een klein Fred hoofdje? Huh? Hij is ontzettend cute. Hallo! Wat is dit, hè? Oh, gezocht. Aan of uit? Aan of uit? Oh mijn god, hij bedoelt natuurlijk levend of dood. Aan of uit? Gezocht. Wordt Fred gezocht? Aan of uit? Oh, door de politie, waarschijnlijk door Frank. Dit zijn van die wanted borden, weet je. Maar waarom van Fred? Wat heeft Fred gedaan? Aan of uit? Fred is natuurlijk een robot. Die is niet levend of dood. Die is aan of uit. Oh mijn god, wat is dit cute. Zo'n klein... Hoe is dit gedaan? Zo'n klein Fred hoofdje. Wat ontzettend schattig. Echt waar. Gezocht aan of uit? Huh, maar waar is Fred? Waarom wordt hij gezocht? Hij heeft me letterlijk net nog geholpen met bouwen. Hier, kijk, hebben we nog een hoofdje. Gezocht aan of uit. Gezocht aan of uit. Oh, hier ook weer eentje. Oké, Fred wordt dus gezocht door de politie, gok ik. Maar, hey. Oh, dit is af? Kan ik hier omhoog? Huh? Is dit gedeelte van de bank gewoon ineens af? Oh, bijna. Wow, wat lijp, hé. Ik heb dit gedeelte van de bank helemaal niet gezien. Fred is hiermee aan de slag gegaan. Wauw, heel mooi. Nu heb je eindelijk ook gewoon dit uitzicht op de bank zelf hier. Damn. Maar goed, waar is onze lieve Fred en waarom wordt hij gezocht? Wat heeft hij nou weer uitgespookt? Die stinkrobot. Gaan we even naar Frank toe. Misschien weet Frank wel waarom. Hier, nog zo'n bordje. Gezocht aan of uit. Oh, dat is zo stom. Daar is je nametag.
Daar is hij. Hier is weer een bordje. Is hij zijn eigen... Nee, hij is... Oh mijn god, hij is van het politiebureau. Oh nee. Oh nee. Niks gedaan. Je moet mij geloven. Alsjeblieft. Ja, maar weet je wat het is? Ja, weet je, dat kun je wel zeggen. Stom koekblik dat je er rondloopt. Maar goed, we hebben je nu eindelijk gewoon te pakken. En Fred, wat heb je gedaan? Frank? Goedendag meneer. Frank, wat heb jij gedaan? Ja, ik moet hem even aan blijven kijken hoor, want... Ja. Wat heb je gedaan? Waarom is Fred aangehouden? Nou, dat zou ik wel eens even haar fijn uitleggen. Ik heb niks gedaan. Laat me nou vrij, alsjeblieft. Hoezo? Ik snap niet wat hier is gebeurd. Waarom wordt Fred gezocht? Fred. Waarom word je gezocht, Fred? Wat heb je gedaan? Nou. En je bent gevonden trouwens. Ik heb hem gevonden. Hoeveel krijg ik ervoor? Echt helemaal niks. Het was gewoon van maatschappelijk belang dat hij vastzit. Oh. Waarom? Ik heb niks gedaan. Wat heeft Fred gedaan? Nou, dat zou ik je heel goed uitleggen. Wat hij hier verdomde naaimachine heeft gedaan. Hoe noem je mij? Hij heeft me al zoveel beledigingen gegeven. Koektrommel, naaimachine, koekblik. Frank, zeg, leg even uit. Kom even, wat heeft Fred gedaan? Nou, dat zal ik je eens even heel fijn vertellen. Je zegt al de hele tijd dat je dat fijn zou vertellen. Ja, nu doe ik het echt. Goed, het eerste feit waarvoor we hem hebben gepakt. Nou? Is pizza stelen bij de pizzeria hiernaast. Pizza's? Heb je pizza gestolen, Fred? Ik had honger. Je mag niet stelen, dat weet je. Dat is tegen de wet. Maar ik ben Fred. Ja, jij bent Fred. En hou je aan de wet. Dat rijmt. Frank? Ik kan je nog meer vertellen. Feit 2 waarvoor we hebben gepakt. Illegaal vissen op illegale tropische vissen. Waar? We hebben niet eens tropische maar vissen. Maar ik heb niet eens wat gevangen. Het was een blikje en een schoen. We hebben niet eens vissen, tropische vissen hier. Nou goed, hier volgen het meer is het verboden om te vissen. Nou ja, hij was daar aan het vissen, dus dat is niet de bedoeling. Oh mijn god. Het derde feit waarvoor we hem hebben gepakt. Een van de ergere dingen. Nou? Oplichting. Oplichting? Ja. Hij vanuit zijn winkel verkoopt hij namelijk bepaalde dingen wat eigenlijk nepproducten zijn van AliExpress. Dat is niet waar. Fred, ik heb dat allemaal met inkoop gedaan. Ik heb jou gisteren ook meloenen gegeven. Ja. Verkocht. Maar het nadeel van die meloenen is dat ze blijven drijven. En ik vind het niet leuk dat ik ze vond in de rivier. Maar jij hebt meloenen in de rivier gevonden? Ja, die waren van jou. Jij hebt ze weggegooid. Oh, nee, ik heb mijn meloenen helemaal niet weggegooid. Wel waar. Maar hoe kom je aan die meloenen? Hoe kom je er allemaal aan? Gekweekt. Kijk, hij zegt dat hij ze zelf heeft gekweekt. Maar maakt niet uit. Oké, Fred zit vast. Prima. Wegens 3 redenen. Nee, er is er nog 1. Oh, er is er nog 1. Hij heeft onze kat laten ontsnappen. Hij heeft die kat laten ontsnappen? Ja, we hadden hier een... Hoe heette die kat ook alweer? Verdacht, toch? Verdacht. Oh. Het was geen lieve kat. Hij ging pissen over mijn voet heen. Pissen en ik kan niet tegen mijn water. Maar ik hoor hem nog. Hij is hier nog ergens. Oké, Frank, ik heb Frank, ik heb een idee, oké? Ja. Stel, ik vind jouw kat nou. Mag ik Fred dan terugkrijgen? Nee, dit zijn ernstige delicten die hij heeft begaan. Ernstige delicten? Een paar milieudelicten. hij zal worden veroordeeld bij de rechter in de rechtbank. We hebben niet eens een rechtbank. Dan moeten we maar even zorgen dat er iets tijdelijks is of wat dan ook. goed, het kan niet zo zijn dat Fred zomaar vrijkomt. Frits? In ieder geval niet onder voorwaarden. Uit Fred. Oh ja, bedoel ik. Je zei Frits. Ja, nee, ja, weet je, het maakt me niet uit hoe dat stuk metaal heet. Dat, hij hoort zich ook gewoon te houden aan de regels. Het enige wat het kan kosten is... wij werken hier namelijk wel met een uitkoopsysteem van verdachten. Ja, dus ik kan wel betalen. Dat betekent dat hij met 500 diamond blocks kan worden betaald. 500 blocks? 500 diamond blocks? Dat heeft niemand. Ik ben natuurlijk veel waard. Toch, Max? Dat geef je wel over van mij. Toch? Ik heb dat niet eens, Fred. Het spijt me. Fred, nee. Fred, het spijt me. Ik heb geen 500 diamond blocks. Weet je hoeveel diamonds dat zijn? Pien wel, hij mag jou ook niet. Hoezo, hij mag me niet. Fred, tuurlijk mag je me wel. Fred, ik ga wat bedenken, oké? Okay? Ik ga wat bedenken. Ik ben Fred en ik hou van groen. Jij bent Fred en jij houdt van groen en ik ga je hier uithalen, oké? Okay? Ja. Ja. Ik ben toch benieuwd hoe je dat gaat lukken, want Want wat? Dit is natuurlijk een van de best beveiligde gevangenissen in de hele stad. Het is letterlijk gewoon... Hey, is het goed beveiligd, Fred? Ik kan er niet uit. Nee, dat is te krap voor jou om eruit te gaan, hè? Frank, ik kom later terug. Fred, ik kom later terug. Ik ga kijken of ik 500 diamond blocks kan halen, wat niet gaat lukken. Dus ik kom met een ander plan, kom ik terug. Wanneer is de rechtszaak? Zo snel mogelijk. Hij zal worden voorgeleid. En daarna is de rechtszaak. Dus binnen nu en een paar dagen. Binnen nu en een paar dagen. Oké, Fred, ik kom zo terug. Fijne dag nog. Julian, hallo. Hallo.
Heb jij 500 diamond blocks voor mij? 500? 500 diamond blocks. Wacht, even checken hoor. Ga jij even checken. Kom er 439 tekort. Dus je komt er behoorlijk wat tekort. Ja. Oké, nou het ding is, Fred die zit hier vast. Die zit in een cel bij Frank. En het kost 500 diamond blocks om hem te bevrijden. Nee, de hele surf niet bij elkaar, 500 diamond blocks. Ja, maar dat gaat toch niet uitgeven aan Fred? 500 diamond blocks. Dan zijn we dat kwijt. 500 diamond blocks, weet je hoeveel dat is? Dat is wel zo. Weet dat is zo ontzettend veel. Fred heeft nog niet eens een belastingbrief gelezen trouwens. Dus 5 okay, diamond. Oké, maar jij hebt dat niet? Dan ga ik wat anders regelen. Ja. Oké? Okay? Ja. Oh. Ja, wat gebeurt er? Fred! Fred, wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Wat, wat gebeurde er? Niks. Niks. Frank, wat heb je gedaan? Gewoon een van onze tactieken. Lian, kom mee. Ga je rijden, Fred? Ik heb ook geen idee wat er gebeurde. Maar ik heb, zeg maar, we moeten even kijken. Hoe goed ken jij het politiebureau? Want ik heb dat niet van binnen gebouwd. Dat heeft Frank zelf gedaan. Ik ben er één keer binnen geweest. Ja, oké. Okay. Maar zijn er ontsnappingsmogelijkheden uit die cellen? Weet jij dat? Nee, niet zover ik weet. Oké, okay, weet je, dan wacht ik. Kan jij zometeen Frank weglokken? Vertellen dat zijn kat gevonden is in... laten we zeggen, het kattencafé. Bij het kattencafé. Hij heeft een kat, die is kwijt. Als jij tegen Frank kan zeggen dat ze kat bij het kattencafé is, dan lok je hem weg en dan ga ik even met Fred praten, oké? Okay? Ja, ja. Oké, okay, doe dat. Ga maar vast. Ik wacht voor je. Oké, okay, terwijl Julian Frank aan het proberen afleiden is, jongens, zodat ze samen naar het kattencafé gaan. Ga ik kijken of ik Fred eruit kan halen. En ik wil niet de cel slopen. Ik wil dat, want dat lijkt me een beetje, ja, dat is wel zo makkelijk natuurlijk. Alleen dan, ja, er is ook geen reet aan om de cel gewoon te slopen. Wow, wat ben je snel? Ik denk dat hij komt. Je denkt dat hij komt? Oké, okay, top. Ik zorg wel dat ik weg ben, dat hij niets door heeft. Stuur maar in de chat als het ready is, banaan. Oké. Oké, okay. Okay, als het veilig is daar. Ja, als het veilig is, ja. Oké, okay, dan ga ik heel even snel weg, jongens, want anders denkt Frank misschien, hij ziet mij staan en dan vindt hij het verdacht, weet je. Verwacht even tot Julian banaan zegt. En dan gaan we naar binnen om Fred te bevrijden. Vind jij dit nou ook zo spannend? Vergeet dan zeker even niet deze video te liken, jongens. We gaan vandaag voor, wat laten we doen, 4000 likes. Bij 4000 likes, dan maak ik een content fan liedje samen met Fred, oké? Okay? En Frank. Oh, mijn god, wat heb ik gedaan? 4000 likes, jongens, dan komt er een content fan liedje. Oh, Julian heeft banaan gezegd. Oké, okay, dat betekent dat de kust veilig is en dan kan ik nu officieel naar Fred gaan. Oké. Fred! Fred, we moeten snel zijn. De camera's staan nog aan. Fred, Frank is weg. Fred, oké, Fred, stop even. Fred, oké, het ding is, ik kan je hier nu via de deur hier eruit klikken, weet je? Gewoon, dan kan je eruit gaan. Dat is duidelijk, hè? Dat kan. Maar het ding is, ik zie hier een camera, ik zie daar een camera. En ik zie overal camera's. Dus dan zou ik medeplichtig zijn aan jouw ontsnapping. Is er een manier hoe ik jou hieruit kan halen zonder dat ik zelf ook de pineut ben? Wat zie jij in jouw cel? Wat kan je overal zien? Kijk naar de hoeken, ik gaten, plafond. Nou? Jij drukt op de knop. Jij naar binnen. Nee, dat gaan we niet doen. Dan ben ik medeplichtig en dan zit ik vast. Ja, en dan ben ik vrij. Ja, dan ben jij vrij, maar dat is niet de bedoeling dat we het op die manier doen. Is er een manier hoe ik jou hieruit kan halen? Kijk even een beetje om je heen. Kijk in de hoekjes, kijk achter dingen, onder dingen, boven dingen, onder het bed, weet ik veel wat. Wat kan je zien? Pas op, Fred. Oh, er zit geen water in. Oh. Nee, hebben ze eruit gehaald. Maar, lukt het niet? Nee, daar niet. Is er wat anders? Kijk eens boven je, in de lampen. Lamp. Ja? Wat zie je? Niks. Natuurlijk de ventilatieschacht, maar meer niet. Oh, er zit serieus wat. Oh mijn god, ik gokte maar wat. Nee, oké, wacht. Dat is de ventilatie. Ja, daar heb je niks aan. We kunnen toch via de ventilatieschacht kan ik je eruit halen. Weet je ook waar die heen? Kan je zien waar die heen gaat? Nee. Nee? Oké, okay, Fred, ik ga ladders halen. Oké. Okay. Okay. Ik ga ladders halen, kom ik via dat naar beneden. Drop ik een paar ladders naar je. Dan bouw je zelf omhoog en dan ontsnap je via dat. En dan ben ik niet gezien en dan ben jij gewoon zelf ontsnapt. Zonder dat daarbij gezien is dat ik geholpen heb, oké? Okay? Oh ja, maar dan zien ze wel mee met een ladder omhoog. Ja, maar dan ben jij ontsnapt gewoon. Het is dat of je zit vast en je komt nooit meer vrij. Doe dat dan maar. Vastzitten of ontsnappen? Allebei. Allebei, oké. Okay. Weet je, ik ga de ventilatie zoeken. Blijf zitten, Fred. Ik ga je redden. Oh, ah! Oeh, daar liep een creeper. Oh, dat scheelde heel weinig. Oh, ik schrok me helemaal kapot. Er liep ineens een creeper. Oké, okay, jongens, wat we nodig hebben. We hebben ladders nodig. Die heb ik voor de ventilatieschacht. En hebben we een paar blokken nodig. Zodat we Fred veilig eruit kunnen krijgen. Wat voor blokken ga ik daarvoor gebruiken? Laten we kwarts gebruiken. Dat is netjes, oké. Okay. Trapdoors misschien om mezelf plat te krijgen. Want je weet niet, misschien moet ik zo gaan over de ventilatieschacht. Ik weet het niet. En dan moeten we hem zoeken. Maar hij ging omhoog. Dus laten we beginnen op het huis van...
de politie. Oh mijn god, ik zie hem al. Ik zie hem al gelijk. Ik zie hem al. Kijk, dit is... Sinds wanneer zit dit hier? Sinds wanneer zit dit hier? Dit is mij nog nooit opgevallen. Oh mijn god, dat meen je. Het gaat helemaal met heel veel trapdoors gaat het. Heb ik daar dan allemaal buttons voor nodig? Of moet ik ze gewoon allemaal slopen? Ik denk dat ik ze allemaal moet slopen gewoon, hè? Ja, I guess so. Dat dit de way is om het te doen. Laat ik maar gewoon langzaam naar beneden hakken, denk ik, hè? Sinds wanneer zit dit hier, de ventilatieschacht? En waarom? Zo stom. Nu kunnen er gewoon mensen ontsnappen. Fred, hoor je mij? Fred? Hallo? Ik heb wel gelaten vaste ladders plaatsen, zo. Het is in ieder geval de ontsnappingsroute maken. Hoor je me, Fred? Wie is daar? Daar ben ik. Wie is ik? Max. Ik ben via de ventilatieschacht naar beneden aan het gaan. Wat spannend. Ja, ik ben ladders aan het plaatsen voor je. Hallo? Fred, oké, wacht. Ik mag niet in de cel vallen, oké? Lijkt me leuk. Nee. Kijk, komt-ie, Fred. Ik ga het blokje hier weghakken. Die pak jij op. En dan drop ik dingen naar je en dan kan jij dat gebruiken voor ladders, oké? Oké. Ben je er klaar voor? Nee. Oké, komt-ie, ja? 3, 2, 1. Oké, Fred, nu moeten we snel te werk gaan. Hier heb je blokken, hier heb je wat ladders. Opschieten. Kom omhoog. Wat doe je? Waarom heb je die daar geplaatst? Wat doe je? Ik snap het niet. Je moet hem hoog bouwen met je ladders, ja. Zo ja, klim erop, Fred. Klim op de ladder. Dan moet je één blokje onder je plaatsen. Plaats het blokje op dat witte daar. Daar moet je nu op. Ja, en nu. Omhoog klimmen. Via de ladder. Dag, katje. Er is niet eens een kat. Oké, kom. Kom. Dan moeten we nu die blokken hier weg. Haal me in. Ga langs me. Je bent er. Okay. Wacht even. Plaats ik dit terug? Zo. Oké, Fred. We hebben geen tijd om de ladders weg te halen. Ja, we moeten verder. We hebben geen tijd om de ladders weg te halen. Kom, we gaan gewoon gelijk verder. Dan plaats ik hem hier weer dicht, de ventilatieschacht. Zo. Oké, Fred. Frisse lucht, je hebt niet eens een neus. Oh ja. Yeah. Oké, nu is het tijd om hier zo snel mogelijk weg te gaan. En dan moeten we jou eventjes veiligstellen. Ik weet niet hoe ik het best kan noemen. Onderduiken. Ik denk dat je moet onderduiken, Fred. Nee, ik ga naar huis en naar mijn winkeltje. Nee. Fred, we moeten je heel even laten onderduiken. Zodat Frank je niet kan vinden totdat we dit uitgevogeld hebben, oké? Maar ik kan niet tegen water. Je kan niet tegen water. Oh, we gaan ook niet onder water duiken. We gaan zorgen dat je veilig bent. Weet je, ik heb een perfecte plek voor een safe house voor jou, oké? Oh jee. Oké, Fred. Hoe heet het? We moeten op zich opschieten. Ik weet niet hoe lang Frank nog weg is in verband met zijn kat. Die was zijn kat zoeken. Ik heb hier al die tijd al gewoon een kamertje gehad waarvan ik nooit wist wat ik ermee ging doen. Weet je, het was een deur naar een... Ja, dus het is niet echt een ingang. Het is gewoon een nepdeur. Het ding is, ik dacht, wat nou als we van dit kamertje, omdat er al zo lang niks zit, gewoon jouw schuilkamer maken totdat dit probleem met Frank is opgelost, oké? Prima. Ja? Dus we moeten tot nu toe even de deur slopen, want er is nog niet echt een deur. Kijk, het is zelfs een hele donkere, saaie kamer is het. Oh. Dus dat ik niks te doen verder. Maar je mag, maak hier gewoon lekker je thuis van, oké? Okay? Vergroen het, verfret het, weet ik veel wat je ermee wilt doen. Maar het ding is dat je wel hier binnen blijft. En dat ik jou als het ware nu opsluit. Nou, alweer. Nee. Ja, het is misschien een beetje lullig. Ik heb je gered om je vervolgens weer op te sluiten. Dat lijkt me niet fijn. Waarom niet? Dan voel ik me eenzaam. Maar Fred, weet je wat het is? Je mag hier even... Als ik je hier nu niet bewaar, gewoon... Dan... Ah. Nou, niet zo doen. Fred. Ja. Als ik jou nou hier niet opsla nu veilig... Dan, ja. Weet je wat het ding dan is? Nou. Als Frank je dan te pakken heeft... En hij neemt je mee naar een gevangenis... Of weet ik wat, dan zien we elkaar nooit meer terug... En dan zie je nooit meer groen. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Ik moet even stoppen. Nee, oh ja, goed zo. Anders zie je groen nooit meer terug. Fred, weet je, je krijgt wat van me mee. Je begint hier maar mee. Kijk, zo. Kijk, je bent wel wat leuk aan het aankleden. Ja. Oké, ik ga het licht uitzetten. Fred, hou je taai, oké? Taai. Ik ga het uitzoeken met Frank. Ik ga ook uitzoeken. Ga jij ook uitzoeken. Dag, Fred. Doei. Zo, hoppakee. Ik moet mijn nachtvisie aanzetten. Ik zie niks. Wacht. De muur. Zo, hier. Fred, het licht is hier. Oh, kijk uit. Ik moet verstoppen. Oké, ik ga kijken of ik iets met Frank kan regelen. Oké, jongens, we hebben Fred een soort van gered, opgesloten. Maar hij is ook echt... Oh, wat een onverwachte wending van de aflevering. Ik wilde zoveel andere dingen doen. In één keer zag ik die stomme hoofdjes van Fred overal met gezocht. Laten we even kijken of Frank... Misschien is Frank nog bij het kattencafé, dat hij daar nog bezig is. En dan kunnen we hem even overhalen om Fred gewoon met rust te laten misschien. Jongens, daar is hij. Daar heb je hem. Frank, heb je verdachte al gevonden? Volgens mij ben ik even terug, toch? Ja, ik wil je helpen als je... Frank, moet ik helpen met... Frank, moet ik helpen met verdacht zoeken? Want het zijn heel veel katten. Nee, ik heb het onder controle. Je hebt het onder controle. Ja. Hij is hier niet. Verder zoeken. Maar,
Frank, kunnen we even over Fred praten? Kan ik hem ook voor iets goedkoper vrijkopen of zo? Ik mag het buiten werktijden om eigenlijk niet over verdachten te hebben. Dus ik stel voor dat je even een afspraak maakt op bureau. Ik loop wel gewoon met je mee naar het bureau. Hoezo? Maar Fred heeft toch altijd al best wel slechte dingen gedaan. De wet overtreden. Zo, hoezo nu ineens dat je hem aan wil houden? Goed, nu mag ik het over verdachten hebben. Nu mag je het over verdachten van je. Kan ik Fred terugkrijgen voor goedkoper? Nee. Hoezo niet? Nee, gewoon niet. Mag ik 1-op-1 met Fred praten? Mag ik hem... Nou ja, je kan nu heel even snel. Ik moet toch wat administratie doen. Prima, ik wil best... Nee. Huh? Frank? Huh? Wat? Frank? Wat nou weer? Fred is weg. Ja, leuk. Ik moet nog gewoon even mijn administratie doen. Kijk dan! Zeg ik toch? Fred is weg! Ik trap er niet in. Hij is weg! Kom nou gewoon alsjeblieft even hierheen. Goed, wat is er nou... Hij is weg! Ik stel even voor dat je het dringendverzoek even naar buiten gaat. We hebben een lockdown, dames en heren. Lockdown. Code rood. Ik zal naar buiten gaan. Code rood. Fred is ontsnapt. Weg, afstand. Oh, sorry. Oké. Okay. Kan ik iets doen om te helpen? Afstand. Je hebt de deuren zelfs helemaal op lockdown gezet. Ja, lockdown. Oh. Niemand kan er meer uit, alleen in. Niemand kan er meer uit, alleen in. Nou, Frank, ik wens je veel succes met Freds probleem. Als ik hem vind, dan roep ik wel wat, oké? Collega's, waar zijn jullie nou? Collega's, verdacht ons naar verder. Oké, nou. Frank die heeft het druk met de ontsnapping van Fred. Hey, Julian. Kijk, wat Frank dan niet weet, is dat ik natuurlijk Fred heb helpen ontsnappen. Maar doordat ik, zeg maar, erachter kwam dat Fred ontsnapt was... Lijkt het misschien minder verdacht alsof ik er iets mee te maken heb. Dus ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Is dit Justin? Wat is Justin hier aan het doen? Oh ja, dat is zijn winkeltje. Hij is een dierenwinkel aan het maken. Hallo! Oké, maar nu jongens weet ik dus niet echt wat mijn planning is met Fred, weet je. Moet ik Fred nou verstopt houden? Waarom deed Justin dat nou? Stom Justin. Moet ik Fred geheim houden? Moet ik zorgen dat iemand anders gaat helpen? Moet ik mensen om hulp vragen? Hoe gaan we dit doen? Want ik wil niet dat Fred natuurlijk in de gevangenis terechtkomt en dan weg wordt geshipped als het ware. Want we hebben, dat kennen jullie natuurlijk nog misschien wel van behoorlijk wat afleveringen geleden. We hebben kerkers hier onder het kasteel zitten. We hebben hier, als we even naar beneden gaan, deze kant op gaan natuurlijk, hebben we hier gewoon de kerkers waar, cellen zijn, waar mensen vast kunnen komen te zitten. Dus ik hoop niet dat dan Fred ineens hier terechtkomt, jongens. Dat is niet de bedoeling. Dus we moeten zorgen dat we een plan hebben hoe we hem kunnen redden van Frank zijn wet. Misschien dat we de wet gewoon aan kunnen passen als koning. Als je een idee hebt, laat het zeker even in de reacties weten, jongens. Kom op, kom maar met de goede brainstorm ideeën. En vergeet niet te liken, want dat is goed. En te abonneren. Vergeet zeker niet te abonneren. Frank, hoe staat het voor met de lockdown? Ik heb geen tijd hiervoor nu, ja. Hoezo? Dit zijn serieuze zaken. Ik heb geen tijd om nu te praten. Moet ik helpen met iets? Nee, je hoeft helemaal niks. Ik hoef helemaal niks? Nee, je mag gewoon lekker je eigen ding gaan doen. Oké. Okay. Verder hoef je ons niet lastig te vallen. Is goed. Ja, goed. Wij gaan ons werk doen. Ik spreek je vanzelf een keer. Is goed, Frank. Dankjewel. Jij ook. Oké, nou, we spreken hem vanzelf alweer een keertje, zegt hij. Ik denk dat we het voor vandaag dan maar even moeten laten rusten, jongens. Het hele Fred-Frank verhaal, wat er gaande is. En dat we gewoon eventjes hier, volgende aflevering maar verder moeten gaan, denk ik. Ik heb Frederik nog niet gezien sinds ik vorige aflevering mijn diamonds terug heb gestolen. Dus ik ben bang dat hij ergens mee bezig is. Maar dat maakt niet uit. Wij kunnen lekker focussen in de tussentijd op de grote dam hier en op dit gebied. En weet ik wat allemaal. Want dit ziet er natuurlijk echt al heel leuk uit, jongens. Ik ben van plan om die muren hier naar beneden te brengen. Dan wordt dit nog een stukje lager en dan komt het water er pas uit. Dus uiteindelijk moet het nog verder naar beneden. Maar wat we wel alvast kunnen doen, wat misschien een leuk iets is, is het water hier gewoon nog even toevoegen. Misschien dat we dat gewoon kunnen doen. Ik denk dat het al tijd is om daar een beginsel aan te maken. Dus ja, laten we daar maar mee beginnen. Ik denk dat ik dan even een bloksoort pak, namelijk dirt. Even kijken. Zo. Dan beginnen we met de lijntjes maken waar we het water op gaan maken. Zodat daarna daar waterbuckets op kunnen plaatsen. Dat is wat ik zeg zo. En vorige keer toen ik dit water hier helemaal gemaakt had. Toen had ik het helemaal opgevuld met dirt. Daar water op geplaatst. En toen de dirt weer weggehaald. Maar waar ik achter was gekomen. Is dat het ook gewoon op deze manier met lijntjes kan. Je hoeft niet helemaal alles te vullen met dirt. Dat is een beetje onnodig extra werk. Kan dit blauwe lijntje kan in ieder geval weg. Daar hebben we ook niks meer aan. Oh, dan ben ik zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien als het water doorloopt, jongens. Dan oogt het iets meer af. Het is nu natuurlijk een beetje, random allemaal hoe het eruit ziet. Maar als in ieder geval het water al doorstroomt. Oh, dat gaat er goed uitzien. Zo, dan zit als het goed is alle dirt erin. Even kijken, misschien dit randje hier nog tot slot. En dan klopt het wel, ja. Oké, dan nu gaan we het water erop zetten. Moet ik even mijn dirt wegleggen hier. Zo, dan heb ik een bucket nodig. En die ligt vast wel hierin. Verstopt ergens, alsjeblieft. Een bucket. Nee, geen bucket. Even naar de chestroom.
Twee buckets maken. Twee buckets vullen. En dan beginnen met de buckets plaatsen. Het lekkere is dat het best wel simpel kan. Volgens mij als ik zo doe. Even kijken hoor. Hoe ik dit ga doen. Want het water werkt niet helemaal lekker mee. Merk ik nu al. Oké, ik moet wel dirt vullen. Want dit gaat helemaal poep. Dit water werkt echt niet lekker mee. Laten we even kijken of we het een beetje toch bij kunnen vullen. Want dit werkt gewoon niet. Nee, ik val ertussen. Ik doe het op zijn minst eventjes een beetje zo. Dan gaat het water al veel sneller, zie je? En nu kunnen we misschien in ieder geval even een oneindige source maken. Hier, kijk. Dit is beter. We hebben in ieder geval een goede source waar het water niet op kan houden. Kijk, als het gewoon overal dirt is, hoe makkelijk het water plaatsen dan ineens gaat. En dan is al het water op de goede plek. Niks stroom meer. Oh, er zit daar één gaatje. En dan het enige wat nu nog hoeft te gebeuren is... Het dirt wat ik net allemaal geplaatst heb, moet nu weer weg. Oh, wacht. Misschien kan ik vast dit houten muurtje hier even weghalen. Nu ik hier nog makkelijk kan lopen. Dus laten we dat ook maar vast eventjes doen. Er zwemt wel een tropische vis hier. Sinds wanneer zwemmen hier tropische vissen? Frank had gelijk. Fred was waarschijnlijk echt op tropische vissen aan het vissen. Huh? Maar sinds wanneer zwemmen die hier? Oké, dan is als het goed is al het hout ook bijna weg. Oh, wat doe ik? Ik verpest het. We zijn bijna bij het randje, bij het einde van het hout. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit gaat zien als dit gewoon een soort van één geheel is voor je gevoel, weet je. Het moet echt niet aanvoelen als twee verschillende stukjes, dit watergedeelte dan. Dus er moeten hier ook nog even misschien wat rotsen, misschien een bootje. Kijk, trouwens, het feit dat ik de dam hier gebouwd heb, maakt het nut van de bootjes een beetje random. Maar het ziet er leuk uit. Oeh, daar gaat het laatste randje hout. Dan moet ik dat natuurlijk hieronder ook nog weghalen, maar vanaf nu kunnen we al een beetje zien hoe het eruit gaat zien. Het water connect allemaal netjes aan. Kijk, dat is in ieder geval top. Het sluit gewoon netjes aan met elkaar. Hoe ziet het er nu eigenlijk uit met dat hoge randje? Ja, dat ziet er random uit, dat hoge randje hier. Dat moeten we nog even oplossen. Laten we gewoon beginnen met de dirt. Prima, boeien. Oh, allemaal creepers hieronder. Oh, nee! Oh, in water doen ze natuurlijk geen schade. Oh, kom maar creepers, joh. Ontplof maar. Ga maar kijken hoeveel het me boeit. Zo leuk, hè, jongens. Al het gras wat hieronder zit, wordt nu langzamerhand gewoon dirt. En daar gaan we dan weer lekker kelp en andere zeegrassen en weet ik wat allemaal opplaatsen. Waardoor het helemaal matcht met dit gedeelte hier. Oeh, kelp zit hier trouwens helemaal niet tussen. Oh, maar dat kan ik bij Fred kopen. Ik ga binnenkort even bij Fred, als hij weer in zijn winkeltje mag zijn, omdat hij van Frank ontsnapt is. Dan wil ik eventjes zorgen dat ik daar heel veel kelp kan kopen. Want er zit eigenlijk helemaal, er zit alleen maar zeegras, maar helemaal geen kelp tussen. En dat mist wel echt. Een beetje kelp. Zo, al het dirt is dan ook weggehaald. Zo langzaam... Oh mijn god, wat zijn er veel beesten hieronder. Ja, jullie pijlen, die doen niks, hè. Schiet dan. Schiet elkaar maar dood. Een onderwatergevecht, jongens. Skeleton versus skeleton. Twee zombies als in de schaduwen. Zij zijn aan het spectaten. Kijken wat er zal gaan gebeuren. Ik ben benieuwd welke er wint. Oh mijn god, ik denk dat ik nog dood ga. Oh, er heeft er eentje gewonnen. En daar is het botje. Die komt langzaam omhoog drijven. De verliezer is dat. Oké, nu nog het hout weghalen. Dat gaat echt een poepklus zijn. Want dat duurt heel lang met telkens naar beneden hakken. Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, daar gaan we. Oh, wat gaat dit lang duren. Kijk, het zijn drowns geworden. Ze zijn geen normale zombies meer. Oh god, dan kunnen ze als het goed is nu zwemmen. Dat is wel slecht. Oh jee, dan gaan ze me nu aanvallen. Ja, ze gaan me aanvallen. Ga weg. Ga weg. Laat een jonge kerel lekker zijn ding doen. Ga maar met rust. Jongens, we hoeven nog maar één klein paaltje. En dan zijn alle houten palen die er ooit stonden weggehaald. Dus die laten we die gelijk nog even maar weghalen. Hoppakee, plaats hier weer dirt. Ik zag dat hier ook iets niet klopte. En ik heb... Oeh, ik heb echt één steenblokje bij me. Alsof ik dit gewoon expres zo gedaan heb. Zo. Dan zie ik dat daar een waterrandje helemaal... Oh, dat zie je onder water bijna niet. Hier. Kijk, nu zie je het. Dit waterrandje klopt helemaal niet. Dus die moet ook goed gemaakt worden. En dan kunnen we het zeegras door laten stromen. En dan even kijken hoe het er van afstand uitziet. Gaan we even het hele randje hierbij werken. Oh, wat een poepwerk dit, hé. Met elk blokje individueel zo te doen. En dan komt die 1, 2, nog eentje als allerlaatst. En hoppakee. Dan is het hele randje netjes gefixt. Dan haal ik even deze dirtblokjes hier weg. En hier zit er ook nog eentje. En als het goed is, daar aan het einde... Ja, daar zit er ook nog eentje. En hoppakee. Dat ziet er weer goed uit. Laten we even wat boonmeel halen. En als het goed is, heb ik dat behoorlijk... Ja, 60. Maar is dat genoeg? Ik dacht dat ik veel meer had. Oh, hier, kijk, nog een stek. Kijk, hoppakee. Dan gaan we even zo brrr, onder water en dan planten we het helemaal vol. Vullen we elk gaatje die we nog kunnen vinden eventjes zo. Oeh, dan ben ik benieuwd hoe dit er zo meteen van boven uitziet. Dan gaat het als één geheel, denk ik, voelen. En dat is echt wat ik wil. Volgens mij heb ik alles wel een beetje gehad als ik het zo zie. Ja. Oeh, dit, kijk, kijk, kijk. Alleen dit puntje hier nog zo. Hoppakee, laten we nu eventjes kijken hoe het er van afstand uitziet. Oh, ja, ja. Dat gras is natuurlijk een inimini detail, jongens. Dat valt bijna niet op. Maar imagine dat er daar ook wat dingetjes drijven. Misschien daar nog een bootje of zo, weet ik veel wat eventjes. Maar kijk hoe clean het er nu uitziet dat het doorloopt. Je ziet wel dat het echt abrupt stopt in dat opzicht, weet je. Maar dat komt omdat we zijn het ten eerste zo gewend dat het hier stopt. Het moet daar natuurlijk ook nog eventjes mooi worden en af en weet ik veel wat allemaal. Dan klopt het sowieso helemaal. Kijk, daar hebben we Julian. Maar ik ben blij met het resultaat.
resultaat dat het water nu eindelijk een keertje doorloopt. Gewoon tot daar. Want nu voelt het meer als één geheel. Misschien dat we de pier dan ook wel enigszins door kunnen laten lopen. Om het echt even af te laten voelen. Want nu ja, hij stopt nu wel net te vroeg, vind ik eerlijk gezegd. Misschien dat hij eventjes tot ongeveer hier verder moet. Weet je, de pier. Dat het dan meer klopt. Maar geen idee, dat kunnen we altijd nog een keertje naar kijken. In ieder geval, voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik ben blij met het resultaat weer. We hebben veel progressie gemaakt. Echt belachelijk veel progressie zelfs. En random iets met Fred en Frank in de gevangenis. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Kijk nu lekker het vorige Content Veendeel. Want hierin is er ook genoeg gebeurd dat jij toch eventjes echt moet gaan kijken. Dan heb je een veel betere dag dan dat je nu hebt gehad. En dan nu spreek je later, glaasje water. Vier flesje bier. Tot de volgende keer.